10.000 toeschouwers in de Geuzelt zien twee ploegen zeer nerveus beginnen aan de derby. Weinig kansen heeft dat tot gevolg hiervan. Heeft na ruim 20 minuten de eerste poging die echt doelgericht was, gaat rakelings over het doel van Fortuna Sittard. En dan moet iemand de helpende hand toesteken. En dat doet dan Windjes. Vorige week jammerlijk in de fout in de wedstrijd tegen Den Bosch. Nu blundert hij opnieuw, laat de bal los. En het is Winkens die zorgt voor 1-0. De voorsprong is wel verdiend. Ruim een half uur gevoetbald op dat moment. Vanaf dat moment is MVV ook veel sterker. En dit is Smeets. En hij zorgt voor 2-0. En Fortuna Sittard heeft in de eerste helft eigenlijk helemaal niets in te brengen. Na rust, meteen na rust, komt het wel terug in de wedstrijd. Een toevalstreffer van Danny Hoese. Niemand loopt er tegenaan en dus komt het doelpunt op naam van de man die die vrije trap nam. Dan Damen, raakt de lat. Het gebeurt na een fase waarin Fortuna Sittard heel even aandrang maakte en hoopte op meer. Maar het is duidelijk toch MVV dat sterker is in deze wedstrijd. Rijkoma, prachtig gedaan. Essayas en dan met de bips is het Michael de la Rosa net ingevallen op dat moment voor Voorjans. En hij bepaalt de eindstand op 3-1 in de derby voor MVV.